Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen we u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Bij Wiedewij vierden ze in maart de moestuinmaand. Daar draaide alles om buiten zijn en de natuur te ontdekken. Tijdens deze maand deden de kinderen allerlei activiteiten, gericht op het thema moestuin. Zo leerden de kinderen spelenderwijs over de natuur en was het de bedoeling om vaardigheden zoals onder andere motoriek en taal verder te ontwikkelen. Daarnaast werd er spelenderwijs gewerkt aan de cognitieve ontwikkeling door middel van het thema gerelateerde memory en het lekker bezig zijn in de moestuin. Er is de laatste tijd hard gewerkt aan het haventje van Ter Heide in verband met de dijkverbeteringswerkzaamheden en de aanleg van een keermuur in de haven. Zoals u kunt zien op de beelden moet er echter ook nog veel gebeuren. Ook moet, als het waterschap klaar is met hun werkzaamheden, de gemeente het gebied rondom de haven nog opnieuw inrichten. Volgens de planning moet in april de keermuur worden opgeleverd door het waterschap. In mei zou dan gestart worden met het uitvoeringsplan inrichting openbaar gebied, haven Ter Heide. Op 2 april werd het pontje weer in het water gelaten en kan iedereen weer met het pontje overvaren. Ook de boten mochten hun ligplaats weer innemen vanaf 1 april. Maar die zijn nog lang niet allemaal terug. Ter Heide en Lage Zwaluwe zullen binnenkort verrijkt worden met een fontein. De ontwerpen zijn geïnspireerd op de Heide en twee Zwaluwen. De fontein in Ter Heide zal zijn plek vinden op de Dorpsplein, terwijl die in Lage Zwaluwe te vinden zal zijn in de Nieuwstraat. De werkzaamheden zijn al begonnen en naar verwachting eind mei worden afgerond. Deze fonteinen worden geïnstalleerd om de gebieden meer allure te geven en om verkoeling te bieden tijdens warme periodes. Dit is in lijn met de klimaatdoelstellingen. Ben jij of ken jij iemand die ouder is dan 60 jaar en de liefde voor voetbal nooit is verloren? Met walkingvoetbal bij voetbalvereniging SV Ter Heide kan iedereen weer op een rustige manier een balletje trappen. Ideaal voor spelers die op een rustige manier willen voetballen en ook voor mensen die nooit in een elftal hebben gespeeld. Kom je een keertje kijken? Iedere vrijdagavond van 7 tot 8 uur bij SV Ter Heide aan de Ruitenvaartseweg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Snoeren op het onderstaande telefoonnummer. Drimmelens pittoreske Oude Haven zal op zondag 28 april tot leven komen met de nostalgische charme van gevlogen tijden tijdens de eerste editie van het Oude Havenfeest. De Oude Haven is in de afgelopen 2 jaar grondig gerenoveerd. En dit wordt gevierd. Geïnspireerd door de geliefde vlaggetjesdagen uit het verleden, belooft dit evenement een onvergetelijke ervaring te worden. Het Oude Havenfeest Drimmelen nodigt iedereen uit om van 11 tot 5 uur de geschiedenis van de haven te herontdekken, terwijl je kunt genieten van kleurrijke kraampjes en passende muziek. Met de eerste editie van het Oude Havenfeest start Drimmelen ook met het nieuwe toeristenseizoen. Lokale politiek moet open, laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen. Hier komt het initiatief van de werkgroep Vernieuwing Lokale Democratie uit voort, waarvoor elke fractie in de gemeenteraad een deelnemer leverde. Naast het aanpakken van de huidige vergadermodel is de inrichting van de raadzaal een belangrijk aandachtspunt. Het karakter van de huidige raadzaal, ingericht na een verbouwing in 2007, past niet meer in deze tijd en bij de gewenste werkwijze. De vernieuwde raadzaal wordt een multifunctionele en flexibele maatschappelijke ruimte. Deze gaat dienst doen als trouwzaal, ontmoetingsruimte, presentatie- of trainingsruimte, perszaal en als vergaderzaal. De raadzaal wordt ook veranderd om op meer informele manier met inwoners in gesprek te kunnen gaan. De gemeente Drimmelen gaat samen met andere gemeenten in de regio West-Brabant actief aan de slag om meer werknemers op de fiets te krijgen. Dit als onderdeel van de regionale aanpak om verkeersdrukte te verminderen en de gezondheid en leefbaarheid te verbeteren. Binnen de samenwerking is een belangrijke rol voor werkgevers weggelegd. Voor hem wordt er binnen dit project een aantal praktische en concrete acties uitgerold, zodat zij het gebruik van de fiets onder hun werknemers kunnen stimuleren. Op die manier kunnen de deelnemende werkgevers bijdragen aan onder andere het verminderen van verkeersdrukte en de uitstoot van schadelijke stoffen.
Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. Natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. U kunt ons deze week onder meer kijken naar een portret van Theo Maas. Iedereen in Maden en omgeving kent hem wel. Onder meer vanuit zijn werkzaamheden voor een bekende supermarkt in Maden. Daarnaast kunt u kijken en luisteren naar onze rubriek Muziek in de regio. Met dit keer het voorjaarsconcert van Popcorn Switch uit de Heide en Popcorn Dancor uit Breida. Heeft u nieuws te melden zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail ons op het onderstaand mailadres. U kunt ons ook volgen op sociale media voor Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!